De districtscommissaris van Caballebo, die eerder bekend maakte dat concessies in haar gebied onterecht waren uitgegeven, bracht dit probleem pas naar voren nadat de beschikking al was getekend. Dit verklaarde minister Di Nota Forswijk van Grondbeleid en Bossenbeheer afgelopen woensdag tijdens een persconferentie na de regeringsraadsvergadering. Forswijk benadrukte dat haar departement gedurende de behandeling van de aanvraag herhaaldelijk om advies had gevraagd aan de districtscommissaris, maar dat daarop geen reactie kwam. Bij deze gaat het om één specifiek geval. Ik wilde deze niet bespreken, maar het gaat hier om een soort zeggen jongens van de omgeving, jongens van, die daar wonen. Ik zal de naam van West Caballebo Timber Company. Zij heeft het echt specifiek over deze. Het is zo dat hun aanvraag ligt sinds 2022 bij, SBB. We hebben vorig jaar, 23 februari 2023, hebben we DC-advies opgevraagd van de DC. We hebben tot twee keer toe rappelschrijven gestuurd voor de DC. Ze heeft niet gereageerd. De DC, de VP van het land was daar op Apora bij een vergadering. De heren zijn toen naar de VP gekomen om te vragen waarom het hun niet lukt dat ze zelf 4000 hectare kunnen krijgen om te kunnen voorzien in hun eigen, ja, dingen daar in de hun eigen leefomstandigheden. Na dit gehoord te hebben, heeft de vicepresident de bewindsvrouw gecontact om te weten of ze op de hoogte is van deze aanvraag. Omdat het niet gaat om een grote aanvraag, heeft de vicepresident de bewindsvrouw aangeraden de beschikking te tekenen. Ik heb het dan toen getekend. Het is getekend op 17 juni, voor twee maanden terug, 17 juni is het getekend. De Bajia is het komen halen bij SBB. En natuurlijk, wanneer we een concessie hebben uitgegeven in een bepaalde district, krijgt de DC een kopie, zodat ze kan zien dat we een beschikking daar hebben uitgegeven. Ze heeft dan een beschikking gekregen. Daarna pas heeft ze gereageerd dat we moeten wachten. Ze heeft niet gezegd bezwaar of geen bezwaar. We moeten wachten op haar besluit, terwijl de beschikking al getekend is. Dan vraag ik me af, okay, als het heren zijn of mensen van die omgeving, niet eens veel gevraagd, waarom zou ik het niet mogen afhandelen? Maar dan stuurt u wel advies voor mij, voor mensen die 10 maal groter hebben aangevraagd, wel positief advies. Ik heb bewust niet gereageerd daarop, totdat u nu de vragen heeft gesteld. Waarom stuurt ze wel andere adviezen, bijna 10 andere adviezen, van mensen die niet eens van de buurt zijn, van de omgeving zijn, 4 maal, 10 maal groter, wat deze heren hebben aangevraagd, wel positief advies. Dat moet ze dan zelf beantwoorden. De districtscommissaris van Caballebo maakte melding van deze kwestie in een resortsraadsvergadering. Minister Forswijk zet vraagtekens achter haar optreden.